allemaal. Ik ga jullie laten zien hoe je deze armband kunt maken. En hij is aan twee kanten te dragen. Dit is de armband die ik, de kant die ik het mooist vind. Maar als je hem omdraait, dan heb je de triple fish tail. Dus dat vind ik zo leuk aan deze armband, dat hij van twee kanten te dragen is. Ik ga hem maken op de monster tail loom. En laten we beginnen. Voor ik het vergeet, we hebben 3 kleuren nodig als je het zo gaat maken. En dus 1 voor de buitenkant heb ik wit en 2 voor het midden. Nu gaan we echt beginnen. Oké, we kunnen beginnen. We pakken onze elastiekjes erbij. En ik ga 2 kleuren voor in het midden gebruiken. Roze en paars. En dan 1 zijkleur en die wordt bij mij wit. Ik pak gewoon een stapeltje. Dit is veel te veel, maar... Dus dit ga ik gebruiken. Ik leg het wel even aan de kant, want anders dan zit alles in de weg. We beginnen met de kleuren van de zijkant. Ik zal hem trouwens even zo neerleggen. Dan zit hij voor mij verkeerd, want ik film anders. Maar voor jullie zien hem als het goed is nu goed. Je pakt je kleur, die plaatje van dit pinnetje naar de overkant. Op alle 3 de rijtjes. En als je dat hebt, plaats je je zijkleur op deze pinnetjes. We kunnen nu al beginnen met haken. Pakken hiervoor. Je kan het hier doen. Je kan het ook van achter doen. Het maakt niet uit. In ieder geval, je gaat 1 kant kiezen. En je pakt dat elastiekje eraf. En plaatst hem naar de overkant. Dus op 1 kant van je monster tail zitten nu 2 elastiekjes. Zo ziet dat eruit. Als we dit hebben, dan gaan we weer eerst die rechte elastiekjes plaatsen. Ik pak nu mijn volgende kleur. En dan weer het elastiekje wat aan de zijkant komt. En dan plaatsen we weer. Nu moet je maakt het wel uit welke kant je doet. Je kunt nu niet meer van deze kant daar naartoe doen. Je moet nu hem hier pakken en hem naar de overkant doen. Naar dezelfde kant waar je het net naartoe hebt gedaan. En ze zitten best wel los. Dus kijk uit dat ze er niet af gaan. Kijk, zoals de mijne net deed. Ik pak hem weer. Ik doe hem weer terug. Ik zal even laten zien hoe je dat moet oplossen voor als het bij jullie gebeurt. Gewoon zo weer terug doen en weer naar de overkant plaatsen. En wat beter aanduwen. Zo, nu zie je dit. Je hebt 2 roze, bij mij 2 paarse. En aan de zijkant hier 2 witte. Nu pakken we deze kant voor ons. En we halen de onderste 2 roze elastiekjes over het pinnetje. En we laten ze los. Kijk uit dat deze niet meeglijden. En hier hetzelfde, de onderste 2 eroverheen en loslaten. En nog 1 keer bij de laatste. Zo. Zitten nu dus hier eroverheen. En dan aan de zijkant pak je alleen de onderste. Die hou je ook over het pinnetje heen. Dan heb je nu dus overal hier nog 2 elastiekjes op zitten. En hier aan de zijkant nog 1. Wat je nu telkens doet is, je pakt weer je kleur erbij. Ik ga nu weer de roze doen. En dan plaats je de horizontale, dit zijn trouwens zo horizontale elastiekjes. En dan nog degene van de zijkant. En dan ga je weer deze kant daar naartoe halen, naar de overkant. Zodat je weer 4 elastiekjes erop krijgt. Vervolgens
ga je weer de onderste twee, deze keer de paarse, eroverheen halen. En kijk uit dat die bij mij roze er dan niet afschieten. Want die zit, ze zitten nog best los. Oh. Later gaan ze wel wat strakker zitten, alleen... En dat doe je dus overal, die onderste twee weer eroverheen. En dan ook weer de zijkant, vergeet dat niet. De onderste, dat is er maar eentje, over het pinnetje. En dan weer pak je je volgende kleur. Alle drie de pinnetjes. Zijkant. En naar de overkant. Ik ga hem nu heel even zo. Dat is makkelijker voor mij. Dus je haalt weer de onderste twee eroverheen. En dan ook dus bij de zijkant de onderste overheen. Zo ga je de hele tijd verder. En ik ga dit nu afmaken van camera, want anders gaat dit filmpje veel te lang duren. Is hij lang genoeg, dan kom ik zo bij jullie terug. En jullie moeten het filmpje dus even op pauze zetten tot jullie ook klaar zijn en die lang genoeg is. En dan laat ik zien hoe we het eraf gaan halen. Tot zo! Mijn armband is nu lang genoeg om op mijn pols te doen. En nu gaan we hem afronden. We hebben nu alles gehaakt. Dus je hebt hier overal twee elastiekjes. En aan de zijkant eentje. Dan pak je één kleur die je aan de zijkant hebt. En die doe je gewoon zo over het midden. We doen dus niet deze elastiekjes. Dus die doen we zo. En dan halen we dit onderste elastiekje aan de zijkant eroverheen. Allebei de kanten. Dan plaatsen we dit lusje naar dit pionnetje. En dit lusje naar dit pionnetje. Dan heb je dit. En dan haal je hier de onderste twee eroverheen. Laat je los. En ook helemaal links de onderste twee eroverheen. Sorry voor jullie rechts. En laat je los. Nu heb je dit. Dan gaan we deze naar het midden plaatsen. En dan halen we hier ook de onderste eroverheen. Dit linker ringetje plaatsen we ook op het midden. En hier doen we dan de sluiting aan. Ik pak zoals gewoonlijk een S-sluiting. Alleen dit is een te grote... Heel veel verschillende soorten sluitingen, dus zo, dan haal je hem eraf. En dan moeten we nu aan de andere kant, dus deze kant, daar zien we deze lusjes. Bij mij twee witte, daar wil je met je haak zo doorheen. En dan doe je daar het andere eind van je sluiting aan. En dan heb je dus zo die triple fishtail en zo heb je deze leuke armband.